Rovi. Hallo, Rovi. Hallo. Okay, people, let's go to work. Weet je nog, Rovi, in het begin? Misschien, ja. Wacht, ik ga deze even verplaatsen. Weet je nog in het begin dat wij samen gingen bouwen aan het huisje? Nee, aan het dak. Ik nog. Ja, erg, hè? Ja. Want Roy en ik maakten een dak ergens. Ja. Roy, je valt elke keer even weer weg. Ga er wat aan doen. Sorry, ga dichter bij je microfoon zitten, Roy. De mensen horen je allemaal niet praten. En we zijn bezig aan een projectje hier. Voor 2.0 al eigenlijk. Heel stiekem. Ik dacht. Ja, dat weet ik nog niet. Als je alleen zegt en nu weet ik, kan nog niet oordelen natuurlijk. Jij was hier een beetje een riviertje maken, want hier, het was leuk als je uit deze attractie komt. En dat je dan zeg maar naar buiten komt. Misschien wel leuk. Ja. Ja? Ja. Zo'n beetje saai in de wol, dat maakt het een diepe kuil, want hier komt later pas water. Ik ga nog niet met water werken, omdat dat niet handig is. En je zal denken, oh ja, dit doen we even uit het rooi. Oké, ja, maar hier zit... Kijk, als we nou dit doen, zo, tot hier. Kijk, en ik zeg saai in. Als het goed is, moet hij dan redelijk veel pakken. Zie je het? Hij moet er al bijvullen. Tussen. In de gaatjes. Ja, is goed. Nou, ik was een beetje de layout aan het maken hier zo, zoals je ziet. En hier wou ik wat thematisatie doen, hier zo. Dus dan zou je dit een beetje zo kunnen doen. Wel een beetje ervan af, van de baan af, zo. Het kan ook allemaal water worden. Zo. En dit wordt een hele aparte dark ride. Namelijk een hele enge attractie ook wel een beetje. Het wordt, je gaat in de kelderen van Atlantis. En Atlantis is natuurlijk... van welk sprookje is Atlantis nou? Want jij kent het beter dan mij. Wat zeg je? Is het van een sprookje dan? Nee. Je hebt toch Atlantis? Heb je toch van Disney? Een film of zo? Ja, dat dacht ik wel. Ik zou het nog ook niet weten eigenlijk. Ja, ik weet het Atlantis ook. Is toch gewoon, zeg maar, zo'n... Wat? Ik verschil er niks van. Ja? Oh. Atlantis is toch iets zo'n mythisch dat... Wat? Ik weet niet of dat per se bij Disney hoort, hoor. Jawel, dat is een Disney sprookje of zo. Ik weet even niet welke. Oh, ik heb hier wat verkeerd staan. Jawel, dat is iets. Dat is iets. Mijn... Oh, potverdorie. Kom op. Vincent, kom op. Ja, hè. Ja, ik weet dat er nog een stengeltje aan moet. Dat moet ik nog even kopiëren. Nee, maar dat was verteld aan mij. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar de server is vandaag eventjes even niet lekker bezig. En daarom hebben we heel veel lekstoten worden eruit gegooid. En kan wel eens gebeuren, toch? En er wordt snel opgelost. Als jullie waarschijnlijk deze video online zien, is het al lang opgelost probleem. Dat hoop je. Ja, we hopen altijd wel. Komt altijd wel goed. Zo, dan maak ik zulke palen van en dan komt daar zo komen er van zulke palen. Huppakee. Kijk, dit is vet joh. Ik vind het zo vet als je dan naar buiten komt. Het is maar voor heel even, maar het is wel gaaf, want we kunnen... Ja, hier nog wat leuke... Hé, hey, daar hebben we Gapfloor. Gapfloor staat weer met de bloemetje hoor. Nu viel jij weg. Ja, weet ik. Het is elke keer lek joh. Ja, joh. Af en toe een flexstootjes, maar dat kunnen we wel. Dat betekent niet dat we niet kunnen bouwen. Dat scheelt heel erg. Oké, dit maak ik zo af. Zo. Die laat ik ook doorgaan. Zo. Misschien maak ik hier wel een torentje dadelijk. Maak je een toren? En doe ik hier, doe ik dan zo fence hekjes in zo. Ik kijk wel even hoe we dat doen. En misschien is het nog leuk om dan die zo
Ik denk dat dit er wel aardig leuk uitziet. Het is niet mag te kijken. Ik kom kijken? Oh, dat ziet er wel aardig uit, joh. Ik vind het grappig. Ik mis nog wel wat details, maar dat gaan we even gelijk doen. Want... Oh, leuk. Ja, hè? Ja, ik vind het leuk. Wacht, misschien kun je hier nog... Pam, padam, 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 pam. Hey! 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 Laat dat! Stomme levers. Ja, kan ook. Maar zien al die dingen er raar uit, die zijkantjes. Zo, ja, perfecto, perfecto. Je bent goed met de daken bezig, Roy. Ja, dankjewel, hè. Met je tuinpak. Wat? Met je tuinpak. Ik heb geen tuinpak. Vind je niet leuk? Ja. Tuinpak. Oh. Tuinpakje. Nou. Even kijken hoor. Dit kan hier achter doorgaan zo. Zo. En even kijken. Je kunt er ook van die palen op maken op zich. Zo. Kijk, dit gaat er gaaf uitzien, denk ik. En binnen maken we een hele grote dark ride om even te vertellen over de attractie. En in die dark ride krijg je dus van allerlei leuke dingen te zien. En dat is al altijd gaaf natuurlijk. En ja, zowel bewegende dingetjes als misschien dat we wat dingetjes met Craftbook gaan doen. Dat is een nieuwe plugin die we hebben. En in Craftbook is natuurlijk een heel... Ja, het is gewoon een bekendere plugin. En met die plugin kunnen we dus dingen laten verdwijnen. Kunnen we deuren openen. Dus we kunnen ja, iets meer dan normaal. Denk aan bijvoorbeeld de gordijntjes in attracties. Die kunnen dan ook opengemaakt worden. En dat vind ik eigenlijk heel erg vet. Hij zit niet helemaal recht. Wat er? Dat, ja. Daar kan je even niks aan doen. Of je moet de baan één breder maken, maar... Wat is het? Dus komen kijken. Kijk, ik wou hier dit doen. Maar kijk het verschil. Zie je wat er mis is? Die moet eigenlijk, deze paal moet één naar buiten. Naar rechts bedoel je? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, gewoon omdat die baan zo is. Dat je hem zo... Oké, valt weer. Dat... Ja, kom door de server. Ja. Ik moet alles één ding nog opschrijven of zo. Ja, één naar rechts. Alles. Nee, alleen dat stukje. Welk stukje? Ik snap het even niet meer. Dit. Vanaf hier? Vanaf dit? Vanaf dit? Vanaf dit? Vanaf dit? Eén naar links. Ja, dat had ik hem al, maar ik snap niet waar die dan naartoe moet. Naar rechts. Oh! Gek van die lever. Zie je het? Nee, ja, die moet naar links eentje. Nee, echt niet. Ja, want je... Dan kun je dat dadelijk nog aanpassen, zie maar. Ja, maar... Oh, die, ja, deze moet naar rechts inderdaad. Oké, okay, dan moet ik dit... Oh ja, ik snap hem. Ja, oké. Okay. Denk ik. Ik ga gewoon plakken en als het niet goed is, dan... het zijn hoor je het. Copy, set. Ja. En dan fix jij maar. Ik fix het. Oké, okay, tof. Dan ga ik de baan aanpassen. Dan maak ik hem gewoon... soort van één lange hier. Zo. Plop, plop, plop. Ja, die is goed. De baan klopt weer. Zo. Ja, dit klopt. Het valt niet mee, hè? Geboren worden met een keizersnee. Zo. En dan moet ik die code weer, die ID hebben. Die is, even kijken. GIF, dat vind je, hij staat wel ergens hoor. Deze. Zo.
Kijk, dit is de opstappen al. Hier kom je eruit. De uitgang. En daar is de ingang. Dit moeten we even zo doen. Hier is de ingang. Hier kom je in, zeg maar. En dit is een van de drops die we hebben in het park. Dat je naar beneden gaat. Van Atlantis. En dan binnenin willen we ontzettend gave dark ray maken. Deze wordt speciaal gemaakt. Over 2.0 willen we deze proberen af te bouwen. Dus dat wordt vet. Dat gaan jullie nog wel in de video zeker nog zien. Want we gaan van de dagen gaan we sowieso wat Disneycraft video's maken. Mensen, dit was een kleine special. Het is apart omdat er een webcam in zit. Maar de volgende keer gaan we verder met deze Atlantis ride. Maar dat zien we nog wel in de Disneycraft video's. Doei doei! Doei!